Town. Wat? The fuck? Oh, wow. Wacht even, hier gebeurt iets bij mij. Dit is niet goed. Hier breekt de pleuris uit. Help mijn leven. Mijn computer loopt vast. Wow. Spam ik jou nu onder, Jordi? Nee, wat de fuck hoor ik op de achtergrond? Ja, mijn browser startte opnieuw. Ik heb nu 10 video's die tegelijkertijd afspelen. Help! Ik hou dit niet bij. Sorry. Wat worden we aangevallen? Wat wordt beter? Ik kwam lava tegen, daar zit je achter. Oh. We zitten bij lava. Zijn de video's opgelost, Bardo? Nee, die beginnen nog steeds. Ruben van der Meer. Ja, dat ben ik zelf. Teumes. Oh, dit is de wereld draait door. Godverdomme, Bardo, zoek dan maar weer een strike. Oké, wacht even. Nee! Shit, nu ben mijn andere opnieuw begonnen. Kut! Nee! Oké, ik word hier echt helemaal gek. Kut, Jordi. Ik doe even al mijn geluid uit. 1 seconde. Ja. Ik hoor jou nu niet meer nu. Fucking motherfucker. Ik haat je echt. Fuck it dat je bent. Ik hoor je nog niet hoor, Jordi. Oké, goed genoeg. Bij klootzak. Oké. Ja? Zijn we weer terug? Oh, nee, ja, ik ben weer. Ik hoor weer wat op de achtergrond. Volgens mij is nu alles weg. Ja? Zijn we klaar nu? Weet je hoe naar het is als je 10 keer dezelfde video achter elkaar hoort? Dus ik denk, nee. Weet je hoe raar het is om dat te horen op de achtergrond? Weet je hoe raar dat is? Dat je in één keer al die dingen voorbij... Ja. Ik wist ook mijn god niet wat er ging gebeuren. Echt niet. Pas je wel op dat je geen lava tegenkomt, Bardo. Want ik ben hier al direct lava tegengekomen. Ik heb trouwens een goed zwaardje voor je. Wil je die hebben of niet? Nou, nu nog niet. Want jij... Nou, godverdomme, dan neem je dat kutzwaardje. Hier, vuile, vieze klootzak. Godverdomme. We zijn op zoek naar diamonds. Het zou echt awesome zijn als we eerder diamonds vinden dan een full setje iron armor. Dat zou leuk zijn. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar het zou leuk zijn. Ik weet niet. Want dit is de laag waarop Diamond ligt? Ja, dat is de laag waarop Diamond ligt, ja. Ja, zeker. Ja, zeker, die hypotheker. Ja, die hoorde ik net ook. Of was dat... Nee, dat was de Vara die ik hoorde. Ja, dat was de wereld draait door. Ja, op de Vara, toch? Ja, weet je wat het raar is? Nee. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Kijk jij nog veel tv nu? Nee. Kijk jij veel YouTube? Ja. Ja, echt heel veel YouTube gewoon? Nou, ook niet. Ik kijk meer Netflix eigenlijk. Nou, precies dat dus. Want dat heb ik dus ook. Ik keek eerder altijd heel veel YouTube. Maar nu ik zelf echt YouTuber ben, bijna 10 jaar... ben ik echt heel erg aan het kappen met het kijken van YouTube-video's. En ik kijk heel veel meer van die NPO-Netflix-dingen. Ja, nee, ik dus ook. Ik ben meer van de series geworden. Ik kijk niet heel veel YouTube meer in dat geval. Nee, ik had hiervoor... Ik keek ook elke dag echt gewoon... naar Let's Players en zo. En ik ben ook een beetje gekapt met die Let's Players. Ik ben een beetje op zoek naar iets nieuws. Ah, wat zoek je ongeveer? Ja, nou ja, ik kijk nu dus bijvoorbeeld echt naar mensen die maar 1 keer per week een video maken. Maar nou echt zo'n kwalitatieve video eruit gooien. Zoals bijvoorbeeld een game review. Maar dan op een leuke wijze, zeg maar. Niet zoals IGN, zeg maar, die het echt allemaal stip, puntje bij paaltje moet hebben. Nee, ik vind het gewoon leuk om echt naar video's te kijken die gewoon echt... Die grappig zijn, maar ook iets met gaming te maken hebben uiteindelijk. Die wat losser zijn, die wel over gaming gaan. Ja, maar dan niet zo strikt gebonden aan bijvoorbeeld alleen gameplay of zo. Weet je, laatst heb ik een review gekeken van RuneScape. En de gozer had het gewoon zo leuk gedaan, dat het ook gewoon, dat ik daar naartoe kon blijven kijken, zeg maar. Maar was maar 10 minuten, maar ik vond het wel echt super leuk. En dan kijk ik ook echt nog uit naar dat soort video's, als die, zeg maar, in mijn subbox komen. Maar voor de rest, de Let's Players die elke dag een video online gooien. Sorry, ik doe het zelf ook, maar ik snap eigenlijk niet meer wat de lol daarvan is. Ja, dat wordt je echt, op een gegeven moment word je er gewoon scheidziek van, dat geef ik direct toe. Het is ook gewoon continu precies hetzelfde. Het is iemand die een spelletje speelt en dat is wel leuk. Ik wil je zeggen, dat is inderdaad wel leuk. En... Weet je wat ik met name heb? Als je ergens aan begint, dan is het leuk om je tijd te verdoen eraan. Hè? Dus ook met Let's Play, gaming kijken op YouTube. Yes. Maar er komt toch een bepaald moment dat je denkt, ik ga niet voor de 100ste keer weer iemand zien die een kuthuis bouwt. Nee, maar dat is wel zo. Dat wordt dus nog steeds gedaan in Minecraft, wat ik echt niet begrijp.
En wat ik ook niet begrijp is bijvoorbeeld, kijk, een YouTuber die bijvoorbeeld gewoon helemaal niks interessants doet in zo'n Let's Play wereld, zeg maar, van zijn Minecraft. Die bijvoorbeeld, net zoals Rick, die bouwt gewoon, die doet gewoon helemaal niks. Die weet gewoon niet eens hoe een simpel blokje geplaatst moet worden, bij wijze van spreken, weet je? Dat vind ik weer het leuke aan Rick, hè, want even voor Rick, hij is echt goed met totaal leuke, gekke dingen. Ja, nee, maar gewoon met Minecraft, zeg maar, in dat geval, wat hij doet is niet heel speciaal. Weet je, Rick kan elke game leuk maken, dat is wel zo. Maar wat hij doet met Minecraft is niet speciaal. Nee, en dan, precies. Dan kan je iemand hebben die een grandioos kasteel maakt, en dan zal die minder views hebben dan bijvoorbeeld Rick. Natuurlijk zegt dat wel iets over Rick. En niet over die andere mensen. Maar daar gaat het mij eerder om, zeg maar. Het is toch... Het is een beetje raar eigenlijk. Eigenlijk een beetje raar. Ja, mee eens. Zeker hier in Nederland, omdat hier eigenlijk... Want in het buitenland heb je meer verschillende groepen. Je hebt bijvoorbeeld hele YouTube-kanalen die toegewijd zijn aan League of Legends. Bijvoorbeeld. Die halen... 100.000 keer meer views dan bijvoorbeeld mij of Rick of whatever. Hè? Terecht. En als het hier in Nederland zou gebeuren, stel, dat was een Nederlandse guy die gewoon Nederlandse League of Legends shit maakte, dan zou die echt niet goed bekeken worden. Want gewoon hier in Nederland is dat nog niet zo... Het levende voorbeeld daarvan is geloof ik Civ HD natuurlijk. Ik ken niemand die echt League of Legends speelt in dat geval. Nou ja, Civ HD, dat is puntje van Eindhoven. Ik weet zijn voornaam even niet meer. Ja. En dat is gewoon een Nederlandstalige kerel met 1,8 miljoen abonnees. En die speelt ook League of Legends. Maar in het Engels. Ja. Ja, omdat, kijk. Nou, dat is omdat hij in het Nederlands dus niet bekeken werd. Nee, hè? Precies. Daarom. Ja. Heb je trouwens nog Iron gevonden of wat? Het is een voorbeeld van wat jij nu zegt. Dat het Nederland best wel kut is. Ik weet mijn god niet meer waar je bent. Ik ben even heel de weg kwijt. Heb je nog Iron gevonden? Ja, redelijk wat. Ik zit nu op... 32. Ja, oké. Kom maar even terug bij de basis, want dan kunnen we dat even... Oh mijn god, waar is dit? Ik ben ook even helemaal de weg kwijt. Ik heb nog wat iron, zodat het opsmelt, dan kunnen we in ieder geval iron armor. Ik moet trouwens nu wel eten. Oh nee, ik nog altijd niet. Echt niet? Nee. Hoeveel heb je? Mis je er één? Nee, helemaal vol. Ja, meen je niet. Ja, ik weet ook niet. God, je moet het echt... Ik ga je in ieder geval wat eten geven als je terugkomt. Waar de fuck ben je nu? Ja, ik ben nu bij nog meer iron, dus... Oké, hak je dat iron even weg, want we moeten even een volledig setje iron armor maken. En we hebben nu in ieder geval genoeg iron gehaald. Ik ben nog op zoek naar diamonds, dat zou leuk zijn. Dan gaan we vanaf daar, als we diamonds hebben, gaan we dus op mensen hunten. Dan gaan we serieus mensen achterna. Gaan we mensen vermoorden. Dat begint leuk te worden. Maar we... Oh, ik heb een grot gevonden met wat lava... Ja, wat mensen meestal zeggen, waar lava is diamonds. Dat was vroeger altijd een idee, maar dat klopt geen zak van. Nee, is dat echt niet waar? Nee, echt niet. Er is misschien wel een kans, omdat het natuurlijk is een grot. Dus je kan meer zien, weet je, dan in een normale gang. Maar klopt gewoon geen zak van. Want diamonds die worden echt random gespawnd in Minecraft. Ja, oké, maakt niet uit of je dezelfde de seed hebt, zeg maar. Dezelfde zaad van de wereld, zeg maar. Dat je hem weer opnieuw kan maken. De diamonds zijn altijd ergens anders. Oh, serieus? Ja. En weet je, de diamonds worden eerst gespand. En daarna wordt de lava pas gespand. Dus het kan zijn dat je serieus gewoon diamonds had op de plek waar de lava lag. Maar de lava heeft daarna overridden. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dan zijn de diamonds gewoon weg. Ja, inderdaad. Wauw. Want die worden later pas ingespand. The more you know about Minecraft. The more you know. Maar moeten we echt... Bardo, kom even snel terug. Ik ben een beetje zorgen aan het maken. Want mensen... die kunnen nu... met de seconde dichterbij komen. Ja, ik kom eraan. Ik snap je zorgen. Ik wil zeg maar niet als eerste doodgaan. Daarom heb ik even een kompas gemaakt. Met het kompas in deze minigame kan je kijken waar iemand is. Je dichtstbijzijnde enemy wordt dan gedisplayed op je kompas. Waar die is. Zoals je kan zien, je ziet waar het kompas ertoe wijst. Daar zit dus het dichtstbijzijnde enemy bij mij. Bij jou ook. Die zijn hierboven eigenlijk. Ja, nee. Dat is gewoon die kant op. Daar gewoon ergens. Maar oké, doe de iron in the furnace. Heb je ook nog goud gevonden? Nee. Oké. Allereerst ga ik je even een beetje eten geven. Want je hebt het straks wel nodig. Ik ga je ook een iron pickaxe geven. Dan kan je ze naar mijnen. Ik ga je eten geven voor het geval dat je moet eten. En laat ik dan zeggen, we moeten sowieso even... wat dichter bij elkaar blijven nu. En eventjes gewoon een stripmijn gaan maken. Dus wat je doet, je hebt deze lange gang.
En je gaat gewoon iedere keer gewoon een paar blokjes deze kant op. Nou, dat principe ken ik wel. Weet je wat ik doe? Wat? Ik ga eerst wel even de boel voorzien van een sfeervol muziekje. Oh mijn god. Oké, dat waren 3 valse tonen. We gaan verder met Minecraft. Wat? Wat ben je nou aan het doen? What the fuck is dit? Ik denk sfeervol muziekje. Wat? Dat deed je zelf? Op je mobiel? Ja. Ja, ik speel piano nu, hè. Op je mobiel? Nee. Hier. Het is mijn keyboard. Hier, ik doe het. Wow. Zullen we eerst met een keyboard? Nu een redelijke tijdje inmiddels, hè. Dat is toen ik de Banjo Movie stopte, ben ik ook begonnen met piano. Dus, daar gaan we weer. Iedereen, get ready. Oh, wacht. Ik heb een betere nummer. Dit nummer vind jij leuk. Kijk of je hem herkent. Oh. Oh shit, ik zei het woordje, maar dat maakt niet uit. Nee, ik herken hem al. Oh, je kent het nummer ook? Frozen. Oh, jij kent hem direct? Ja, van die eerste paar tonen, kom op man, zo moeilijk is die niet. Fuck, heel veel andere mensen die... Ja, kom op man, ik heb die film 1 keer gezien, dat nummer blijft gewoon in je kop hangen. Ja, weet je wat een beetje het ding is? Toen ik op een piano sloeg, echt een minuut geleden, heb ik mijn piano op ongeluk van een statief geslagen. Dus, oké, hij staat weer recht. Ik heb geen statief voor mijn keyboard. Ik heb ook keyboard. Ik kan het Skydim spelen. Oh, serieus? Weet je, dat is iets anders. Maar ja, zeg eens. Laten we vooral dit wel even bij de hand houden. Want stel dat de vijanden aankomen, kunnen we niet... Dan gaan we muziek spelen! Ja, in plaats van vechten, wij doen nou muziek. Zullen we ze uitnodigen dan in de Skype call? Wie wil er bij ons in de Skype call een nummer horen? Ja, gratis. Vraag je liedje aan. Bij... Iedereen gaat dood! Godverdomme, Marlon. What the fuck doe je, man? Waar gaat dit mis? Waar ging het mis? Het begon bij jou, eigenlijk. Oké, wie wil er een leuk nummer horen? We hebben trouwens echt wel genoeg Iron nu. Ja, maar alsnog, Iron is welkom. Ik niet. Oh, dat was dood geweest bijna. Zag je wat daar gebeurde? Nee. Nou, dat wil je het niet zien. Kijk, ik heb een broek. We kunnen een broek aan, Bardo. Yeah, we hebben nu in ieder geval volledig Iron Armor. Dus we zijn redelijk goed bezig. Achter je, negen broek. Dank u. Okay. Maar nu ziet niemand mijn vagina meer als ik de broek heb. En niemand ziet mijn string meer. Een beetje jammer. Oké, maar nu moeten we echt op zoek naar duimpjes. We hebben nog helemaal geen duimpjes gevonden. Dit vind ik zo erg. Wij falen in het leven. Nu wel op dit moment. Als we duimpjes hadden, dan hadden we een diamond sword kunnen maken. Hadden we echt mensen achterna kunnen zitten. Gewoon echt. Boos. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, Jordi. Nou. Sorry, man. Uit het dan in een nummer, Bardo. Ja, dat gaan we zo weer doen. Ik heb zoiets van, weet je wat een beetje is? Ik wil heel graag piano spelen, vind ik leuk. Maar het is ook een beetje voor mij dat ik het gevoel heb van, ja, we hebben geen diamonds. Ja, dat is wel zo. We kunnen Stel, als we diamonds vinden, ga je dan een nummer spelen? Natuurlijk. Ja, oké, dan moeten we diamonds vinden. Dan speel ik de eerste 30 seconden van Let It Go. Dus noodzakelijk ja, nog ja, samen. Mooi, ja, die wil ik wel. The snow glows white on the mountain. How do we see? A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. Lava! Lava! Sorry. Oh, ik hoor een zombie. Je weet wat dat betekent. Waar zombies zijn... Zombies. Walking Dead gaat deze zondag weer beginnen, hè? Ja, ik weet niet of ik het ga kijken. Tuurlijk wel. Tuurlijk ga je dat doen. Moet je nou niet lullig gaan lopen doen. Tuurlijk ga je dat doen, joh. Ik het zo zeggen, ik weet niet of ik het ga volgen. Oké. Okay. We moeten even oppassen, want we mogen niet door die zombie geraakt worden. Dat is trouwens wel een ding. Even stil. Want wat gebeurt er als we door de zombie geraakt worden? Dan raken we er zelf kwijt. Dat willen we niet. Dat krijgen we ook niet meer terug, dat weet je. Ja, nee, oké. Maar let trouwens wel op je voedselbar. Je moet wel eten, hè? Ja, maar ik ben nog steeds helemaal vol. Oké, dat vind ik echt raar. Maar oké. Volgens Skype heb ik problemen met mijn internetverbinding. Nou, volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Oh, ik ben weer online op Skype. Heb je de zombie al gevonden, de lul? Nee, ik loop op de zoek! Kom hier staan, luister. Ja. Waar zit dat volgens jou? Hier. Zit daar iets?
Ik hoor de hele tijd wanneer je een blokje oppakt. Kan je je geluid misschien wat zachter zetten? Ietsjes. Ja. Cool, zo, beter? Denk het. Hij loopt als een tijster, ik weet... Oh, misschien is hij onder. Ik ga proberen onder te graven, maar het is niet zo verstandig. Ik ga wel gewoon zoeken naar diamonds. Ja, doe maar. Waar is die dan? Maar er is er ook nog steeds. Ja, shit, deze groep is fucking. Wow! What the fuck, Bardo? Ah, nee! Wat? Ah, nee. Help me alsjeblieft. Wat is er? Wat is er? Wat was dat? What the fuck? What the fuck heb jij gedaan? What the fuck, Bardo? Ik hoorde de explosie en ik weet niet wat. The fuck, man? What the fuck? Ik keek hier of de vijanden boven staan en... Volgens mij stond die achter je. Nee. Tering, schrok mezelf even de noten hier zo. Komt omdat we deze gangen niet goed hebben verlicht, Bardo. Dat spannende mobs. Ik sluit ze allemaal af. Ja, is misschien... Trouwens, dit is wel een heel slim iets, ja. Gewoon afsluiten. Behalve degene waar ik nu in zit. Kom op, oh. Diamonds. Oh, hier zit jij. Sorry, ik heb die voor jou nu wel dicht hier. Okay. Ja. Appel. Yeah. Voor de duidelijkheid, met appels kan je life regenen. Als je er geld omheen gooit. Ik hoor weer geluid. Ik hoor trouwens weer geluid hier bij mijn kant. Kom hier. Kom. Bij jou? Oké. Ja. Het is trouwens niet appels, hè. Het is appel. Appel. Democratische... Christelijk-democratische appel. Appel. 1 seconde, want hier mijn geluid. What the fuck? Nou, het zal wel. Oké, er zit hier... Waar zit het? Godverdomme, mijn pik is weer kapot. Dat pik ik niet meer. Nee, ik ben boos nu. Dit is wel echt... Oh! Ik heb een blokje. Wat is er? Wow, is dit deze hal? Oh, daar ben ik al in geweest. Oh. Kom hier, Bardo. Kijk, hier is het. Be ready, want er kunnen hier mobs staan. Ja, heb je genoeg toortjes? 16. Wacht, ik maak zelf ook nog even extra toortjes. Oké. Okay. Laat even... Water. Ja, even een veilige plek zoeken om naar boven te gaan hier. Oké, hier. Kom op, Bardo. Let's go. Oh, kut. Wacht, even weg. Moet even een blokje erboven weghalen. Oké, voorzichtig. Er kunnen... Oh, dit is een ravine. Oh, een skeleton links. Die willen we niet door geraakt worden door die skeleton. Ik wacht wel even tot jij... Ik ben alles een beetje veilig aan het maken hier. Oké, zie je rechts wat? Water. Aarde. Vuur. Gitaar. En lucht. Daar wil je niet heen, daar is die skeleton. Daar moet je echt zorgen dat die skeleton je niet ziet. Want die skeleton kan je dus gewoon snipen en dan ben je pittig geraakt. We willen geen elf kwijt. Oh nee, Jordi! Creeper! Daar! Bardo, sla hem! Bardo, pak hem! Oh. Ik heb hem! Oh. En een creeper! Weg! Idioot. Waar komt die vandaan, man? Ja, die stond hier boven je. Ik zei het nog net op tijd, gelukkig. Ja, waar is die? Ja, die staat nu hier links, achter het muurtje. Jordi! Kut! Sla hem weg! Go! Oh, man. Oh, dit was trouwens voor het eerst dat ik met recht kon zeggen, Jordi, kut me gewoon. Pas op, er staat hier skeleton rechts. Bardo, waar ben je? Kijk, ik kom eraan. Ik ben die hal doorgelopen. Ik ga die skeleton rushen. 3, 2, 1, go. Oh, ik denk dat ik geraakt geworden. Oh jee. Oh man. Het is hier echt erg. Het begint hier echt erg te worden. Heel veel zombies. Ga maar weg. Let's go. Oh, ik ben geraakt. Wat doe je nou, man? Oké, wacht. Slim. Wacht. Oh, kijk uit achter je. Let op achter je. Ik ga dit doen. Oh, pas op. Er zit een skeleton. I know. Dit is tactiek. Kijk, let een beetje op achter je. Ja. Oh, hij had een boog! Wat? Hij heeft een boog gedropt. Oké, we kunnen veilig naar binnen. Heb je toortjes?
Yes. Oké, ik niet. Ik doe hem weer even dicht. Plaats even overal een beetje torch, je moet een beetje kunnen zien. Dit is onze eerste grot die we hebben gevonden. Oké, ik kom terug naar jou. Kom maar terug, ja, oké, waar ben je? Oh, we zijn daarin gegaan. Op welke ei zitten we nu? Ei 19, hier kunnen we geen diamonds vinden. Oké, deel even wat toortjes met me. Ik heb er nog maar 11. Oké, deel even met me. Kom maar, geef aan ons maar aan mij nu. Nu, gewoon go. Oh kut, er staat ergens een zombie hier. Kom, volg mij Bardo. Kom op, let's go. Hier kunnen we heen. Ik liep hier een beetje net te kijken, we gaan hier verder naar beneden toe. Als we dit stukje hier links gewoon afzetten. Goed, oké. Er zit daar wel een creeper boven, dus dit stukje ga ik ook even afzetten. Oh wat fijn om een bielenbalen bakker te zijn. Oh, die ken ik nog van Bassie en Adriaan, ja. Ja. Holy shit. We zijn nu wel onze basis een soort van kwijt. Hoeveel eten heb je nog? Heb je nog moeten eten? Oh kut, ik heb 3. Oké, zou ik even eten? Oh, koekmutten. Hey, 1 seconde, ik pak heel veel wat water. Ja, doe dat. Moet jij ook nog wat? Ja, doe maar een colaatje. Cool, yo, tot zo. Zal Bardo ooit het blikje cola voor Jordi halen? Je ziet het in de volgende aflevering op... Bardo Town!